Thomas. Wat fijn dat je hier bent op deze eerste hele mooie, prachtige zondag van deze maand. Ja. Vanmorgen stond ik op en ik dacht, oh gelukkig, het is goed weer. Dus jullie komen allemaal. En tegelijkertijd was het nou ook weer niet zo heel stralend dat jullie stiekem naar het strand zouden gaan. Dus fijn dat kan je na natuurlijk. Ja, dat, precies. Ja. Dat zeg ik ook altijd. Dus eerst gezellig hier naartoe en dan daarna naar het strand. Met een goed boek. Ja, ik heb niets te doen. Daarom stop ik bij een kantoorboekhandel. Ik denk, ik koop een boek. En niet zomaar een boek, nee. Daar staan er voor de etalage van een kantoorboekhandel, besluit ik de Da Vinci-code te kopen. Iedereen zegt immers dat ik dit boek moet lezen. Meestal lees ik zo'n boek dan niet. Ik ben altijd huiverig voor boeken waarvan iedereen zegt dat iedereen ze moet lezen. Dat komt later wel, denk ik dan. Zie, daar heb ik het alweer later. In het midden van de kantoorboekhandel zat een lange tafel waarop nieuwe en populaire boeken uitgestald liggen. De Da Vinci-code zie ik niet. Ik loop naar de kassa, waar achter een gezellige, dikke mevrouw staat. Ik vraag, heeft u de Da Vinci-code? Ja, zegt ze, dat is een mooi boek. Een heel mooi boek. Dat is weliswaar een antwoord op een vraag, maar niet op de vraag die ik gesteld heb. Daarom vraag ik het nog maar een keer, maar heeft u de Da Vinci-code ook? De vrouw zegt, meneer, we hebben er meer dan u kunt lezen. Over dit antwoord denk ik ook even na. We lopen naar een lange tafel, de vrouw en ik. Ze kijkt er even naar die tafel. En wijst er naar een lege plek en zegt, op de pop. Ik denk dat ik haar niet goed versta. Vraag, wat zegt u? En weer zegt ze, op de pop. En dan draait ze zich om en roept naar een man die in een hoek van de winkel met iets onduidelijks bezig is. Harry, de Da Vinci zijn op de pop. De man die Harry heet, kijk daar aan, hij ziet er doodmoe uit. Misschien was alles naar hem al heel lang geleden op de pop. Hij roept terug, dat waren ze gisteren al muis. Oh god, denk ik, hij doet daar muis. Harry roept nog meer, ik heb al bijbesteld, morgen zijn ze er weer. De mevrouw die muis genoemd wordt, kijk me blij aan, u hoort het, zegt ze. Morgen hebben ze weer, zal ik er één voor u apart leggen? Ik weet zeker dat ik nooit meer van mijn leven in deze kantoorboekhandel terug zal keren, en zeker morgen niet. Nee, zeg ik, morgen ga ik met vakantie. O, zegt muis, u bent een latertje. Wat ben ik, vraag ik. Muis zegt, mensen die later op vakantie gaan, noemen wij hier latertjes. O, zeg ik, op die manier, ja, vakantie. Daarom dacht ik, ik neem de Da Vinci-code mee. Muis vraagt nu, kent u het boek? Ze geeft jullie verkeerde antwoorden, ze stelt ook verkeerde vragen. Nee, zeg ik, daarom wil ik het juist lezen. Ja. Muis zegt, ja, dat wil iedereen meneer, en daarom is het heel vaak op de pop. Ja. Het is een soort strafbank als iemand zo tegen je praat. Omdat je met alles te laat bent, daarom. Omdat je, zoals mevrouw Muis zegt, een latertje bent. Ik groet haar vriendelijk en fiets door naar de vervangende tandarts. Als ik heb aangebeld, gaat er een deur automatisch open. En het eerste wat ik besef is dat het maar goed is dat ik de Da Vinci-code niet heb gekocht, want van lezen zou je niets, maar dan moet ook helemaal niets terechtkomen. Achter de deur bevindt zich meteen de wachtkamer en nog nooit van mijn leven zag ik zo'n kleine wachtkamer. Als ik gul schat, denk ik de grootte van 3 kasten. Er zijn 8 wachtende voor me en er staan 2 stoelen. Je kan echt aan niemand op gaan zitten, want daarvoor is het ruimte te vol. Je kunt hooguit op de stoelen gaan staan. Dat doet echt aan niemand. Ook zie ik een krabpaal van een kat. De kat zelf zie ik niet. Ik ruik hem wel. En de 8 wachtende voor me ruik ik ook. Het is erg warm in de wachtkamer. Zo warm dat ik er een beetje bang van word. Het zweet gutst van mijn gezicht. Na ruim een uur ben ik aan de beurt. Een assistente laat me binnen. De behandelkamer is niet veel groter dan de wachtkamer. Aan de muren hangen Afrikaanse maskers. Niet 1 of 2, maar wel 1 stuk of 10. De tandarts doemt uit de zijruimte op. Hij ziet er niet Afrikaans uit. Wel alsof hij zojuist op groot wild heeft gejaagd of op plannen zit te gaan doen. Hij heeft een soort safaripak aan. We geven elkaar een hand en ik noem mijn naam. Zo Thomas, wat scheelt er aan? Hij spreekt me toe alsof ik me aan de overkant van een brede straat bevind. Ik probeer mijn klacht uit te leggen. Ik zeg dat ik rechtsboven kiespijn heb. De tandarts gebaart dat ik maar moet gaan zitten. En wanneer hij in mijn mond kijkt, fluit hij tussen zijn tanden. Verbijsterd zegt hij, jij bent geloof ik bezig je eigen gebit op te eten. Heeft niemand er ooit iets van gezegd? Ik begrijp niet wat hij bedoelt. Mijn eigen gebit opeten? Hoezo mijn eigen gebit opeten? Nee, er heeft inderdaad nooit iemand iets van gezegd. Ik kan niet vragen wat hij bedoelt, want mijn mond staat wijd open. De tandarts steekt nu met de onderkant van een tangetje tegen een kies en vraagt of het pijn doet. Ik knik. Mooi, zegt de tandarts.
Ik vermoed dat daar een ontsteking zit. Maar, die is nog niet zichtbaar genoeg. Even afwachten maar. Dat is dan 19 euro. En vervolgens draait hij weer een zijgaand. Op de fiets denk ik over de woorden van de tandarts na. Je bent je eigen gebit aan het opeten. Misschien gaat het bij sommige mensen zo. Eerst eet je je gebit op. En daarna begin je aan de rest. En dan is het grote verdwijnen begonnen. En over enige tijd zegt er iemand, ja, hij is helemaal op de pop. Dank u wel. Ontzettend ontroerende stukken. En de grap was, toen ik het las, dacht ik, zou ik dit over mezelf gaan? Ja, nou, kijk, ik moet zeggen, de laatste jaren, het heeft ook te maken met de leeftijdsfase, wil ik zeggen. Ik denk dat ik ook steeds meer autobiografische ga schrijven. En ook veel meer de behoefte heb om uit te komen wat ik zelf belangrijk vind, wat me aangaat. En bijvoorbeeld in dit boek gaat het, zeg maar, mijn verslag aan schoonheid bijvoorbeeld, of mijn aversie van cynisme, of woede om onverschilligheid. Dat zijn allemaal dingen die heel erg met mij te maken hebben. En ook wat ik toen zei, dat mijn hoofdpersoon van toeschouwer deelnemer wordt, dat is ook iets wat zich ook min of meer in mijn eigen leven voltrekt. He, dus dat op een gegeven moment denk ik, ja, oké, je kunt er van alles vinden, maar doe daar ook iets mee. He, kom daarvoor uit en verkondig niet in de zin van preken, maar stel het aan de orde telkens als je ergens bent, of voor zover ik dat dan met een bijvak kan doen, maar dat zijn allemaal dingetjes die zijn echt allemaal autobiografisch. En ik weet niet welke passage jij gevonden hebt, ik ben blij dat je het zegt, want ik vind het zelf ontzettend belangrijk dat die dingen erin staan, ja, die gedachten. Nou, zonder te verklappen, want nog niet iedereen van jullie heeft het boek gelezen, maar het gaat onder andere over dat stuk dat hij in het ziekenhuis ligt, ja. Dat mag ik wel verklappen, ja, denk ik, ja. En de manier waarop hij kijkt naar zijn relatie met zijn partner. Bijvoorbeeld ook, ja. Dat hij, wat jij zegt nu net al, deelnemer is, maar eigenlijk ook een soort derde figuur, een beschouwer. En ja, kijkt naar zijn eigen leven. Van nou, wat doe ik nou eigenlijk in die relatie? Ja. Wat heb ik überhaupt gedaan in al mijn relaties? Ja, het is echt iemand die dus leefde op een manier, hij liet het leven hem overkomen eigenlijk. En dat hij wil het leven meer aan zijn hand gaan zetten. Minder overkomen, meer aanrichten, meer veroorzaken. Dat gebeurt. Ja. Maar als je dat dan, als dat inderdaad autobiografisch is, hoe werkt dat dan? Is dat al thematiek waar je mee speelt, ja, en die je verwerkt? Ja, okay. Zo werkt dat, ja. Ja. dat zit allemaal in die lange periode. Die aan het schrijven, daadwerkelijk schrijven afgaan, speelt het allemaal een rol. Ik wil het daar heel graag over hebben in mijn boek. Ja. Over die dingen die ik belangrijk vind. Ja. Behalve het verhaal. Ik neem even. Het verhaal is natuurlijk voor een deel bedacht, maar wat ik met het verhaal wil vertellen, dat is strikt autobiografisch eigenlijk. Ja. En wat brengt jou dat dan, als je daarmee bezig bent?
wat mijzelf brengt, ja, is toch dat ik weer meer van mijn eigen leven, ja, dus privé, ja, hoor, ja, ja, van mijn eigen leven begrijp. Door het te kanaliseren, worden mij dingen helderder. Ik zou je voor het zeggen van, gaat, zeg maar op de middelbare school, als je gedichten, wie schrijft op de middelbare school geen gedichten over liefdes die niet goed gaan, hè? Maar behalve dat het troostrijk is om te doen, leer je het ook beter begrijpen, leer je ook jezelf meer begrijpen. Dat is eigenlijk het strikt egoïstische van het schrijven, dat. En je probeert ook een verhaal te vertellen dat onderhoudend is en spannend is en ontroerend is of hilarisch is, maar voor jezelf is het om de boel beter te begrijpen. En daar ben ik wel tevreden over. Dat gebeurt bij mij, dat ik dat niet neutraal onderga. Maar het is wel zo dat natuurlijk de afstand tussen mijn boek en mijn boek wordt steeds groter nu. Hè? Ook omdat ik langzamerhand in iets anders aan het stappen ben. Maar en dan, ja, je komt er wat meer van af te staan, dat gebeurt wel. Ja. Weer terug. Heeft iemand bij zich? Iemand die al heel lang in het café heeft zitten wachten, toen hij een nieuwe werd. Een magere man die meteen een joint de grootte van een kleine friet begint te bouwen. Het is zo gepiept, belooft Willy. Het is goed om hem te raken, waardoor hij zo optimistisch is gestorven. Ik ga achter mijn bureau zitten, maar van werk komt niets terecht. Terwijl de man die Willy uit het café gehaald heeft, ontremd aan het hakken is, brult Willy hem aanwijzingen toe. Het zijn geen hanteerbare aanwijzingen. Wel is het duidelijk dat de hakkende man voor het eerst van zijn leven hakt. Mijn woonkamer vult zich met een indringende hasgeur. Ik ga even een straatje om, zeg ik. Pas in de namiddag kom ik terug. Ik ben zo lang weggebleven omdat ik geen getuige wil zijn van het proces. Als die deur er zit, is het goed. Ik hoef niet per se te weten hoe die gekomen is. Er is echter geen deur. Wel is de hele muur van mijn slaapkamer weg. Willy zat tevreden naar het gat te kijken. Zijn gelegenheidscollega is weg. Wat heb je nou gedaan, kreun ik. Zeg jij niet maar waar je die deur wil hebben. Ik kijk naar het gat. Er kunnen wel 6 deuren in. Wanneer plaats je die deur dan, vraag ik. En dat gat, wanneer maak je dat gat dicht? Maandag kom ik alles piekfijn in orde maken, zegt Willy. Maandag? Want dan zit ik het hele weekend. Kan het morgen niet? Werk jij op zaterdag, vraagt Willy. Ja, ik werk op zaterdag, zeg ik. Nou, ik niet. Ik kijk weer naar het gat. Maar iedereen kan gewoon mijn slaapkamer binnenlopen. Niet dat het altijd spitsuur is in een trappenhuis, maar het gaat me om het idee. Willy snuift. Dan hang je er gewoon een dekentje voor. En dan gaat deze vrijdagavond in. Het begin van zijn weekend, dat al gauw lijkt op de koude Plentse bier, waarmee hij een stuk door de aanval op zijn rugpijn opent. Dan hang je er gewoon een dekentje voor. Voor dit weekend heb ik nooit zo het gevoel gehad. Inderdaad, je eigen leven. Namens Peter en Marta, dankjewel dat je hier was. Het was een memorabel ontbijt. Ik heb ze niet dagelijks op deze manier. We hebben servetjes voor jou geregeld. Om tranen te reppen. Ja, okay. Of de stilte op te vullen. Dankjewel. Dankjewel. En Thomas signeert nog. Dus mochten jullie nog een...